Ja, wetenschappelijke notatie. Ik heb daar een heel oud filmpje van. Echt een heel oud filmpje. Dus ik dacht, het is wel tijd voor een nieuwe. Dus ik heb de uitleggen bijgepakt uit het boek. En ik ga jullie weer gewoon precies, ook met de juiste voorbeelden uit het boek, ga ik het jullie uitleggen. Wat ga ik jullie laten zien? Hoe je van een gewone notatie naar de wetenschappelijke notatie gaat. En wat veelgemaakte fouten zijn. Nou, daar komt het. Dit is hoe je altijd begint. Waar in welke vorm het moet zijn. Het is steeds een getal tussen de 1 en de 10 en dan keer een macht van 10. En bij grote getallen is dit getal positief. Oh, momentje, momentje. Is dit getal positief? En bij hele kleine getallen is dat getal negatief. Maar dat is een volgend filmpje. Eerst even dit. Nou, nu heb je bijvoorbeeld dit. 8, 6. 2, 0, 0, 0. Zo zeg ik tegen mezelf om te overnemen. 8, 6, 2, 0, 0, 0. Dan neem ik het goed over. Maar dit is 862.000. Nou, als je dit in de wetenschappelijke notatie moet gaan zetten, dan moet je hier vooraan een getal zetten tussen de 1 en de 10. Dus dan gaan we hier de komma zetten. En dan moet je altijd kijken op hoeveel moet ik het afronden. Nou, dat staat er nu niet. Dus dan zet je hier 8,62. Dan ga je kijken, oké. Hier staat 8,62. Hier staat meer dan 800.000. Dus je zult dat met die keer 10 moeten doen. Zul je het goed moeten doen. En hoe vaak moet je het nu keer 10 doen? Nou, keer 10, keer 10, keer 10, keer 10, keer 10. Dan ben je uiteindelijk hier. En dan heb je dus hetzelfde. Dus hoe vaak moet je dit nu keer 10 doen om op dit getal uit te komen? 1, 2, 3, 4, 5. Dus dan moet je 5 keer 10 doen. Want voor iedere keer 10 verschuift de komma. Dus niet keer 50, maar 5 keer de stap van keer 10. Dus keer 10, komma verschoven, keer 10, de 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 komma verschoven. Ofwel, als je 5 keer de stap doet van keer 10, dan krijg je dus keer 10, keer 10, keer 10, keer 10, keer 10. En dat is gewoon keer 10 tot de 8,5. Dus als je zoiets krijgt, dan kijk je eerst waar zet je de komma. Nou, de komma, die zet je hier. Hè, want het moet tussen de 1 en de 10 zitten. Dus dit wordt 8,62. En dan ga je kijken, oké, ik heb daar de komma gezet. Hè, daar heb ik de komma gezet. Doe ik met een stippenlijntje. Ik zet hem middenin, want dan staat er iets anders. Dus daar heb ik hem gezet. Dan krijg ik 1, 2, 3, 4, 5 stappen van keer 10. En dat is eigenlijk alles. Ik pak de volgende. De twee voorbeelden die zij gebruiken. 3, 2, 1, 6. 1, 2, 3. Moet ik even tellen hoor. Nog een keer 3. En nog een keer een groepje van 3 nullen. Ja, deze. Wat als je deze in de wetenschappelijke notatie moet gaan zetten? Dan zoeken we dus eerst een getal tussen de 1 en de 10. Dus je zet hier de komma. Zo. En als ik daar de komma zet, dan komt dus vooraan te staan 3,216. Die nullen schrijf je dan niet meer op. Nou, dan gaan we kijken, keer welke 10 macht moet ik dat doen? Keer 10 tot de welke macht? Nu zijn er veel leerlingen die doen in het begin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dat is keer 10 tot de macht 9. Ja, dat is fout. Want dan tel je alleen de nullen. Maar je moet kijken, hoe vaak moet je de komma verplaatsen? En jullie weten misschien nog wel ook, hè, keer 10 doen, dan verplaats je de komma. Dus het is, hoe vaak moet ik de komma nu verplaatsen? Hoe vaak moet ik keer 10 doen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoppa, klaar. Dat is hem al. En dan pakken we de volgende. De volgende. 2, 1, 8, 3, 0, 0, 0, 0. Dan gaan we weer kijken. Waar moet je de komma zetten? Hier. En dan krijg je dus 2,183. Ik kan hem niet hier zetten, want dan krijg ik 21, nog iets. Ik kan hem niet ervoor zetten, want dan krijg ik 0, en dat moet tussen de 1 en de 10. Dan heb ik dat gedaan en dan ga ik kijken keer welke 10 macht moet ik doen. En je denkt misschien 4, want 4 nullen, maar ik had net al laten zien, het gaat niet zozeer om de nullen, het gaat om de plaatsen, dus om de komma verplaatsen, over plekken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus keer 10 tot de macht 7. Dat was hem. De verhaalsommen die hierbij zitten, die zijn een stuk pittiger. Maar het echt zo in de wetenschappelijke notatie zetten, dat is een kwestie van doen. En een paar keer oefenen en dan zit dat er wel in. Nou, ik hoop dat je iets aan had. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!